Goedemiddag allemaal. Hierbij open ik deze academische zitting, waarin Marjolein Kremers het academisch proefschrift getiteld Quality and Organization of Acute Care in Internal Medicine in het openbaar zal trachten te verdedigen. Alvorens wij overgaan tot de oppositie, zal de kandidaat eerst in ongeveer 15 minuten een samenvatting geven van het onderzoek en de belangrijkste bevindingen. Het woord is aan de promovendus. Dank u wel. Graag vertel ik u wat meer over de onderzoeken die ik de afgelopen jaren heb gedaan. En de titel spreekt eigenlijk al voor zich. Want er staan vier hele erg belangrijke woorden in, namelijk kwaliteit, organisatie, acute zorg en interne geneeskunde. Ik zal dat één voor één met u doornemen. Want als we het hebben over acute zorg, kunt u zich vast wel voorstellen dit beeld. U komt binnen op de spoedeisende hulp en iedereen ziet, u bent er enorm heftig aan toe. Dus vier dokters rond uw bed, drie verpleegkundigen en iedereen staat paraat om uw leven te redden. Toch is het vaak iets anders. Acute zorg vindt vaak plaats op de spoedeisende hulp. Maar er zijn heel veel andere plaatsen waar ook acute zorg wordt verleend. Namelijk bij de huisarts of in de huisartsenpost, bij de ambulance, in de thuiszorg, maar ook op spoedpolyklinieken. Vervolgens heb je, als we het hebben over interne geneeskunde, vind ik het wel vaker lastig om uit te leggen wat een internist nou eigenlijk is en doet. Maar gelukkig heeft de Nederlandse internistenvereniging daar een handje hulp bij geboden, namelijk door te stellen dat internisten zijn de medisch specialisten met de breedste medische kennis die gecombineerd met specifieke specialistische expertise patiënten met complexe problemen op holistische wijze diagnosticeren en behandelen. Nou, ik kan me niet voorstellen dat na deze zin er nog vragen zijn wat een internist nou eigenlijk doet. Ik zeg vaak zelf, de internist is eigenlijk een kinderarts voor volwassenen. Dus we beschouwen de patiënt, we opereren niet, maar we hebben wel veel verstand van infecties, problemen met de hormonen, nieren, maar ook van acute zorg. Want er zijn 13 differentiaties binnen de interne geneeskunde, waarvan één differentiatie, dus aandachtsgebied, de acute zorg is. Als we het dan hebben over de acute zorg binnen de interne geneeskunde, dan zien we verschillende ontwikkelingen. Namelijk, met name de vergrijzing, dus mensen worden ouder. We zien ook dat er steeds meer behandelmogelijkheden zijn. En dat leidt er vaak toe dat die oudere patiënten meer ziekte tegelijkertijd hebben en ook meer medicijnen tegelijkertijd gebruiken. En dat leidt tot complexere casuïstiek. Dus de problemen waarmee mensen komen, die hangen samen met elkaar en zijn wat moeilijker onder te delen in aparte problemen. Dat maakt ook dat acute zorg steeds meer een acute verslechtering van een chronisch probleem is. En daarbij kan je bijvoorbeeld voorstellen dat als je behandeld wordt voor een bepaald type kanker met chemotherapie, dat door de chemotherapie je afweer zodanig verstoord is dat je heel bevattelijk bent voor infecties en daarvoor op de spoedeisende hulp komt. In een van mijn eerste studies heb ik gekeken naar de organisatie van de acute zorg in Nederland en deze vergeleken met de organisatie van de acute zorg in Engeland. En we hebben voor Engeland gekozen omdat de financiering van de acute zorg ongeveer hetzelfde werkt als in Nederland. Maar zeker ook omdat in Engeland de internisten acute geneeskunde toch al meer dan 10 jaar langer bestaan dan de internisten acute geneeskunde in Nederland. En we die als voorloper zouden kunnen zien. Als we dan kijken naar dit plaatje, dan zie je hier de spoedeisende hulp als een soort van centraal punt in de acute zorg. En hoe kom je nou op zo'n spoedeisende hulp? Nou, je bent thuis en je belt je huisarts of je gaat naar de huisartsenpost en die beoordeelt vervolgens of een onderzoek op de spoedeisende hulp noodzakelijk is. Bij levensbedreigende aandoeningen bel je de ambulance en kom je terecht op de spoedeisende hulp om vervolgens in het ziekenhuis opgenomen te worden, terug naar huis te gaan of eventueel naar een verpleeghuis te gaan. Als we dan kijken naar de organisatie van deze acute zorg in Engeland, dan zie je eigenlijk een wat ingewikkelder plaatje, want ook hier weer staat centraal de spoedeisende hulp. Maar je ziet al dat de wegen ernaartoe, er zijn er veel meer. Het kan via de huisarts, het kan zelfs via een telefonische hulplijn, het kan via de ambulance. Maar omdat de spoedeisende hulp in Engeland steeds meer overbelast raakt, hebben ze daar iets op gevonden. Namelijk 3 andere type spoedposten gemaakt waarvoor je met wat kleinere problematiek terecht kan. Maar je kan je voorstellen dat je wel eens verdwaalt in dit acute landschap. Als
dan inzoomen op de organisatie van de acute zorg in Nederland voor de interne geneeskunde, vonden we het zinvol om eens te kijken wat nou de rollen en de verantwoordelijkheden van internisten en spoedeisende hulpartsen in Nederland zijn op de verschillende spoedeisende hulpen. Dat hebben we gedaan door middel van een vragenlijstonderzoek. De resultaten die daaruit naar voren kwamen was dat we 83% van alle ziekenhuizen met een spoedeisende hulp hebben weten te bevragen. En eigenlijk zagen we al heel snel dat ieder ziekenhuis echt een eigen invulling heeft van de bezetting van zo'n spoedeisende hulp. Daarbij kan je bijvoorbeeld denken aan dat op 13% van alle SEA's er niet eens een internist aanwezig is op de spoedeisende hulp, maar alleen telefonische bijstand kan verlenen. In andere ziekenhuizen, 39%, is de internist wel tijdens kantooruren aanwezig op de spoedeisende hulp. En in andere ziekenhuizen, bijvoorbeeld tijdens kantooruren en tijdens de avonduren. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de spoedeisende hulpartsen. 79% van de SEH's had in 2016 een SEH-arts, waarvan 46% dag en nacht een spoedeisende hulparts aanwezig was. Concluderend kan je dus eigenlijk alleen maar stellen dat de organisatie van die spoedeisende hulpen overal anders is. Alleen, ik heb niet onderzocht, en dat is een vraag voor de toekomst, wat dan de relatie met kwaliteit is. En als je het dan hebt over de kwaliteit van de acute zorg, dan onderscheiden we 6 domeinen. Namelijk veiligheid, tijdigheid, effectiviteit, efficiëntie, patiëntgerichtheid en gelijkheid. En in Nederland is er de afgelopen jaren enorm veel aandacht voor veiligheid van zorg, maar zeker ook voor efficiëntie van zorg. Waar ik juist wat meer op wilde inzoomen, was de patiëntgerichtheid. Oftewel, op welke manier waardeert de patiënt nou eigenlijk de acute zorg en hoe beoordeelt hij de kwaliteit? Een methode om dat te doen is het vaststellen van patient-reported outcomes. Dat zijn uitkomsten van de zorg die voor patiënten erg van belang zijn. Dat hebben we onderzocht door verschillende patiënten te interviewen en te vragen wat voor hen belangrijke uitkomsten van acute zorg is. En dat hebben we dan voor de patiënten van de interne geneeskunde gedaan. Daar komen 5 domeinen naar voren. Namelijk het begrijpen van de diagnose, het hebben en het begrijpen van een behandelplan, de vermindering van klachten waarmee ze kwamen, geruststelling, maar ook patiëntervaringen zoals wachttijd of communicatie bleken toch erg van belang. Vervolgens hebben we deze domeinen gebruikt om een vragenlijst te maken. En die vragenlijst in het Engels noemen we die Patient Reported Measures. En dat betekent dus dat je met die vragenlijst de ervaren kwaliteit van zorg zou kunnen meten. De vragenlijst die wij opgesteld hebben bevat 11 vragen en we hebben daar nog een tevredenheidsscore aan toegevoegd. Vervolgens hebben we die vragenlijst getest op betrouwbaarheid door verschillende groepen te vergelijken. We hebben dus hypotheses gemaakt en getoetst om te kijken of er bijvoorbeeld verschillen zijn tussen oudere en jonge patiënten, of tussen patiënten die opgenomen zijn of ontslagen zijn, maar ook patiënten die erger symptomen hadden bij binnenkomst versus patiënten die minder erge symptomen hadden bij binnenkomst. En wat we dan zien is dat met name bij deze laatste groep, patiënten die erge symptomen hebben bij binnenkomst op de spoedeisende hulp, een betere ervaren kwaliteit van zorg hadden dan patiënten met minder klachten. En dat maakt dat de vragenlijst als betrouwbaar wordt beoordeeld, omdat we verschillen tussen die groepen kunnen aantonen. Natuurlijk is zo'n vragenlijstonderzoek best complex en duurt het wat langer om een hele vragenlijst af te nemen. En hebben we een andere studie gedaan waarbij we internationaal hebben gekeken wat nou eigenlijk het belangrijkste is voor patiënten die acuut opgenomen zijn in het ziekenhuis en waarom dat dan zo belangrijk is. En u ziet enorm veel woorden hier op deze dia, maar wat belangrijk is om je op te focussen zijn deze grote letters. Dus wat is het meest belangrijkste voor u? Nou, het gros van de patiënten zegt dan, ik wil beter worden of ik wil in goede gezondheid blijven. Daar zit weinig variatie in. Als je vervolgens vraagt waarom dat dan zo belangrijk is, dan zie je dat de woorden al qua grootte wat meer op elkaar lijken. En zie je dus verschillende antwoorden, zoals psychologisch functioneren, uit angst, geruststelling, familie, vrienden. Dus de redenen waarom mensen in goede gezondheid willen blijven, die variëren wat meer dan wat op dat moment zo belangrijk is. Vervolgens een laatste studie, de kwaliteit van de acute zorg in de interne geneeskunde. We hebben veel tijd gestoken om een kwaliteitsregistratie te ontwikkelen, genaamd de DRAME.
Waarbij de bedoeling is dat we structureel de kwaliteit van de acute zorg binnen de interne geneeskunde kunnen evalueren. En dat betekent dus dat je gebruik maakt van data om die te bekijken en eigenlijk al snel daarop anticipeert en interfereert. En dat hebben we gedaan in 7 ziekenhuizen, waarbij we met 1 pilotziekenhuis zijn begonnen. In dat pilotziekenhuis hebben we 1761 patiënten weten te includeren. En vervolgens hebben we gekozen om de data van die patiënten voor en na de COVID-19-piek te vergelijken. Wat wel belangrijk is, is als je een database maakt, is dat je compleetheid van data goed is. Oftewel, zijn alle zaken die je wil meten, komen die voor en zijn die betrouwbaar? En daarvan hebben we gezegd dat dat zo is, omdat voor de meeste data geldt dat er meer dan 95% compleet is. Behalve bij het bewustzijn en de ademhalingsfrequentie. Daaruit blijkt dat dat toch nog beperkt geregistreerd wordt door de verpleegkundigen en dus ontbreken. Als je dan kijkt wat de patiëntenstromen waren voor COVID en daarna, dan zien we dat voor COVID-19 in dat ene ziekenhuis er meer patiënten per week voor de interne geneeskunde op de spoedeisende hulp kwamen. En dat er ook meer herbezoeken binnen 30 dagen op de spoedeisende hulp voorkwamen. Nou, en dat is een voorbeeld van hoe je naar die data kan kijken om vervolgens verder in te zoomen hoe je de kwaliteit van de zorg zou kunnen verbeteren. Als ik dan vooruit mag blikken op hoe we het dan vanaf nu verder zou moeten, dan zou ik graag willen oproepen dat we meer aandacht gaan hebben voor het patiëntenperspectief. En ik denk dat we met die vragenlijst, de PROM Acute Care, dat een mooie basis is om verder onderzoek te doen. Wat mooi zou zijn is om te kijken dat als we die vragenlijst structureel gaan gebruiken, of we dat inderdaad zien dat we in de kwaliteit van zorg ook kunnen verbeteren. Dat we dat merken, dat patiënten dat aangeven. En als dat te complex is, denk ik dat we met z'n allen kunnen beginnen, tenminste als klinici, onze patiënten te vragen wat voor u belangrijk is op dat moment. Vervolgens zou het mooi zijn om het patiëntenperspectief te integreren met medische uitkomsten. En hoe we dat zouden kunnen doen, is door die vragenlijst op te nemen in die database die we in de verschillende ziekenhuizen hebben al lopen. En dan heb je dus de harde medische uitkomsten die je kan koppelen aan de patiëntervaringen. Verder is het zo dat het beleid in de spoedzorg in Nederland toch niet altijd bepaald wordt op basis van wetenschappelijke overtuigingen of inzichten. Dus ik denk dat het erg belangrijk is dat de DREAM, dus onze kwaliteitsregistratie, uitgebreid wordt naar in principe alle ziekenhuizen. Dat we vervolgens de impact van de organisatie van die ziekenhuizen op de kwaliteit gaan evalueren en analyseren. Waarbij we aandacht moeten hebben voor zowel het medisch, het patiënten, maar zeker ook het maatschappelijk perspectief. En tot slot, ik denk dat we echt samen moeten gaan werken om die data te evalueren. Omdat kwaliteit kent nou eenmaal verschillende perspectieven. Dat kan voor iedereen anders zijn. Maar als we de beste zorg willen gaan leveren, dan zullen we onze belangen opzij moeten zetten om samen te leren. Dus we hebben die leercultuur hard nodig. We moeten de verschillende perspectieven integreren. En ik hoop dat we dan ook ruimte krijgen om te experimenteren, zodat we daadwerkelijk weer stappen kunnen maken de zorg te verbeteren. Dank voor uw aandacht. Dan geef ik het woord weer terug aan de prorector. En hartelijk dank voor deze heldere samenvatting. De oppositie zal nu worden geopend door professor Hamers. Hij is hoogleraar ouderenzorg aan deze universiteit en hij was voorzitter van de manuscriptbeoordelingscommissie. Dank u wel. Geachte promovenda, ik heb het proefschrift met heel veel interesse gelezen. Het gaat over een heel belangrijk onderwerp, de kwaliteit van de acute zorg. En wat mij heel erg aanspreekt is de perceptie van de oudere patiënten die daarin wordt meegenomen. Dat u in ieder geval daarvoor staat, dat is het belangrijkste betoog, vind ik, in uw werk. U heeft verschillende studies gedaan, verschillende methoden gebruikt. Nou, ik moet eerlijk bekennen, ik had er nog nooit van gehoord, maar ik heb een nieuwe methode geleerd. Dat is de flashmob als onderzoeksmethode. Dus dat is ook heel mooi. Mooie publicaties en ik spreek graag mijn waardering uit, vooral ook omdat u dit werk heeft gedaan ook nog als arts, als internist in opleiding en daarna als internist acute zorg. Dus complimenten daarvoor en ik feliciteer me ook graag de leden van het promotieteam met dit mooie resultaat.
Maar goed, ik heb natuurlijk ook een kritische vraag. Tenminste, ik had een vraag voorbereid over validiteit. En ik hoorde u net praten over betrouwbaarheid. Toen dacht ik, oei, heb ik nou de verkeerde hoofdstuk heb ik gelezen of zo? Maar volgens mij was het een verspreking. Want het gaat over hoofdstuk 6. En u heeft daar gezegd dat u het instrument dat u heeft ontwikkeld, heeft getest op constructvaliditeit. En dat is nou, toch wel een van de moeilijkste vormen van validiteit om vast te stellen. En u eindigt dan dat hoofdstuk met van, goh, nou, mijn conclusie is dat dit een valide instrument is en dat moet overal worden ingevoerd. Nou, dacht ik, is wel een hele stevige conclusie. En klopt dat dan wel helemaal? En dan zou ik eens even met u van gedachten willen wisselen. Want ja, u zegt constructvaliditeit. Nou, het leek een beetje, vond ik, op de known groups techniek wat u had toegepast. In de zin van dat je bepaalde groepen hebt waarvan je denkt te weten hoe ze zullen scoren op een bepaald construct. In dit geval kwaliteit van acute zorg. Hè. Maar ja, toen dacht ik ook weer, ja, waar komen die hypotheses nou vandaan? Waar komt die kennis nou vandaan? En u zegt letterlijk, oudere patiënten of lager opgeleide, die hebben per definitie, geven die aan dat de kwaliteit beter is. Mensen met veel pijn, die geven aan dat de kwaliteit beter is. Volgens mij waren dat een aantal van de hypotheses. En toen dacht ik, ja, u moet me toch overtuigen waar dit vandaan komt. Want het zou ook suggereren, ja, als dat zo zou zijn, dan weten we ook aan welke knopjes moeten draaien om die kwaliteit te verhogen. Hè? Want dan moeten we maar zoveel mogelijk oude mensen op die afdeling hebben. Dan gaat die kwaliteit vanzelf omhoog. Of mensen met lage opleiding, eigenlijk, of ik exagereer een beetje. Maar omgekeerd ook, dat suggereert ook dat we zouden weten hoe die kwaliteit al gepercipieerd wordt. En dat was juist het punt waar u zegt, ja, dat weten we niet, daarom ga ik een nieuw instrument maken. Dus probeer mij nou eens te overtuigen waar die kennis vandaan komt. Hooggeleerde opponents, allereerst dank voor de complimenten en ook dank voor de interessante vraag. Want als we het hebben over constructvaliditeit, is dat niet een eenvoudig iets. Het verschil in. Vervolgens is het zo dat dit een nieuw construct is. Want als dit er al bestond en we konden meten, dan had ik dit werk niet hoeven doen. En dat zorgt inderdaad voor de volgende uitdaging. Om dan te bewijzen dat het construct klopt. En wat we daarvoor hebben gedaan is de literatuur onderzocht wat er bestaat over de ervaren kwaliteit van zorg en welke hypothese je dan zou kunnen toetsen. Daarin kwam dus naar voren dat oudere patiënten vaak tevredener zijn met de kwaliteit van zorg, net zoals lager opgeleide. En hebben die hypothese gebruikt om ons construct te toetsen. Maar het is exploratief geweest, al die tijd. En dus we hadden ook verrast kunnen worden dat een hypothese verworpen zou worden en dat we dat verschil helemaal niet zagen. Maar u zegt dan, als ik u mag onderbreken, tevredenheid. Is dat dan hetzelfde als kwaliteit? Nee, dat is een heel belangrijk punt wat u maakt. Want tevredenheid zit vaak veel meer in de wat meer patiëntervaringen dan uitkomsten of kwaliteit van zorg. Dus waar de uitdaging wel lag in deze studie, is dat het nulpunt, we hadden weinig om op te varen. Dus we hebben maar genomen wat er was, om daarmee ons construct te bewijzen. Oké, maar als u dat zo zegt, dan klinkt dat toch iets minder stellig dan dat er wordt gezegd van, nou ja, wij weten zeker dat dat valide is. Is dat dan, klopt dat wat ik zeg? Want u zegt tevredenheid, u heeft daar ook twee tabellen van in datzelfde hoofdstuk staan. Daar heeft u tevredenheid vergeleken met de verschillende domeinen die u heeft gevonden. En volgens mij waren die uitkomsten ook niet allemaal heel... Als we kijken naar die tabellen waar u het over heeft, dan zien we wel een correlatie tussen de overal tevredenheid en de verschillende domeinen, behalve de ernst van de symptomen. Die valt daar inderdaad buiten. Dus dat maakt wel dat als u het mes op de keel zet, dan ga ik niet zeggen dat het 100% zeker is en betrouwbaar is. Ja. Maar ik denk wel dat we hele goede aanwijzingen hebben dat het construct klopt. Ja. Oké, okay. Nee, maar goed, maar dan, het is nu wat verder, inderdaad, zoals u zegt. Nou, u noemde betrouwbaar. Dat is het laatste puntje wat ik daarover wil vragen is, betrouwbaarheid heeft u eigenlijk helemaal niet naar gekeken. Nee. En we weten dat betrouwbaarheid feitelijk een voorwaarde is voor validiteit. Hè? Dus, en met die kennis vroeg ik me af, hoe kunt u dan zo stellig zeggen, we moeten het invoeren en dit is valide. En kunt u daar nog even op reflecteren? Nou, ten aanzien van het item betrouwbaarheid, dus reliability in het Engels waar we het dan over hebben. Het model
ons constructmodel, dat leent zich niet om die reliability te testen. Dat kan volgens de guidelines niet, want daar heb je geen formules voor. En dat heeft ermee te maken dat, wat ik eerder al noemde, het is niet zo dat het construct leidt tot items die dat construct reflecteren, maar we zeggen al die items samen zorgen voor het construct. En dan zou het ook nog kunnen zijn dat er onderlinge samenhang is. Okay. Mag ik nog een hele korte vraag stellen aan het eind? Die gaat dan over, als ik nou kijk naar uw betoog in uw proefschrift, en ik vind echt dat u dat waardeer ik enorm, hè, dus die patiëntgerichtheid, daar gaat ook heel veel over. Hè. Eigenlijk is dat de hoofdmoot van de proefschrift. En dan lees ik dan vervolgens uw hoofdstuk over de kwaliteitsregistratie. En daar was ik toen een klein beetje verbaasd over. Want u heeft in het begin heel duidelijk aangegeven wat u kritiek vindt, hè, op de bestaande registraties. En onder andere gaat het over het ontbreken van dat patiëntenervaringen. Maar in uw voorstel aan het einde, wat zag ik daar? Daar zag ik dat ook niet terug op een of andere manier. Of heb ik dat nou verkeerd gelezen? Nou, in het hoofdstuk zelf, die over de kwaliteitsregistratie gaat, daar staat de PROM nog niet opgenomen als variabele. Dus dat heeft u goed gezien. Maar ik doe wel een betoog om die in de toekomst juist wel op te gaan nemen. En waarom we dat nog niet hebben gedaan, is met name de praktische uitvoerbaarheid van alles. Dankjewel. Ik geef het woord graag terug aan de prorector. Dank u wel. De oppositie zal nu worden voortgezet door professor Klein-Nagelvoort. Zij is hoogleraar Zorg van de Toekomst aan de UMC van Groningen. Ja, dank u wel, meneer de prorector. Graag mevrouw de promovendus, van harte gefeliciteerd met uw proefschrift. In het bijzonder omdat u dit gedaan heeft ook naast de opleiding tot interniste en de opleiding tot acuut internist. En ik wil u daarbij ook feliciteren voor het feit dat u heeft gekozen voor een vakgebied wat in ontwikkeling is. En dat is best een spannende. En daarnaast heeft u niet alleen voor dat vakgebied gekozen, maar u heeft ook nog eens een keer gekozen om in dat gebied ook uw promotieonderzoek te doen en bent daarin dubbel een pionier. Dus dank daarvoor dat u dit vakgebied ook verder helpt. En mijn felicitaties ook vanzelfsprekend naar het promotieteam. Uw proefschrift is ontzettend interessant om te lezen, omdat het ook vele nieuwe inzichten biedt en daarmee ook heel veel stof om met u over te spreken. Maar ik wil mij graag richten allereerst op stelling 1. En daarmee wil ik vragen of een van uw paranymfen die zou willen voorlezen. Present at the emergency department as the case complexity has increased, requiring specialists who are able to deal with these problems efficiently. Hartelijk dank. En daarmee wil ik u namelijk ook meenemen naar hoofdstuk 1. En dat betreft het hoofdstuk waar u kijkt naar, of sorry, hoofdstuk 2 is dat dan eerste stuk. Waarin u kijkt naar hoe de verzorg in Nederland op de spoedeisende hulp georganiseerd is met betrekking tot de acute interne geneeskunde. En in deze stelling zegt u namelijk dat de zorg aan het veranderen is. En dat is precies wat ik vaststel. Ik stel namelijk vast dat u zegt dat 76 van de 91 ziekenhuizen zover heeft gekregen om te reageren. Mijn grote complimenten daarvoor met deze responsratio van 84%. Maar daarmee zie ik al meteen verschil, want in uw stuk staat 91 ziekenhuizen, in uw presentatie net al 90. En zelf denk ik dat er al heel veel meer veranderingen zijn. Want de aantallen betreffen 2013 tot 2017. De samenstelling van de staf betreft 2018 en een maand in 2019. En eigenlijk als ik kijk naar hoe de acute zorg zich heeft ontwikkeld in de afgelopen jaren, dan is daar enorm veel veranderd. Het vakgebied acute interne geneeskunde, u complimenteerde u net met pionier zijn in een vakgebied. Daar is dus ook al veel in ontwikkeling. Acute internisten, het aantal groeit, hun positie in de spoedeisende hulp groeit. Ook het type en het aantal van de patiënten, alleen al in de jaren die u onderzocht heeft, maar ook in het type spoedeisende hulp is de afgelopen jaren veel veranderd. En dan heb ik het nog niet eens over de COVID-lessen die we geleerd hebben. En bijvoorbeeld alle ontwikkelingen op dat gebied, zoals de zorgcoördinatiecentra, zoals we die in Noord-Nederland ook kennen. Wat is uw verwachting als u dit onderzoek nu vandaag herhaalt, wat u zou treffen anno 2022? Leerde opponents, allereerst dank voor de complimenten en ook het pionierswerk wat u zo waardeert.
Ten aanzien van mijn verwachting voor de toekomst, als ik dit onderzoek nu zou herhalen. Ja. Als u het nu zou herhalen, was mijn vraag. Ik heb de vraag. Als ik het onderzoek nu zou herhalen, dan verwacht ik dat we wel zien dat op meer spoedeisende hulpen een internist aanwezig is. Of dat een internist acute geneeskunde is. Ik denk wel dat dat ook in meer ziekenhuizen, dat ze daar nu aanwezig zijn. Tegelijkertijd denk ik dan nog steeds een substantieel deel van de ziekenhuizen, en ik vermoed dan toch de wat kleinere ziekenhuizen, de internist vaak nog dubbele taken heeft. Dus dat hij naast de polyklinische taken dan beschikbaar is voor de spoedeisende hulp. Maar eigenlijk vind ik dat niet fysiek aanwezig, omdat ik vind dat als een patiënt binnenkomt door bijvoorbeeld de ambulance dienst gebracht, dat het belangrijk is om dan meteen een blik te kunnen werpen, je ervaring in te zetten, om dan snel passende diagnostiek en behandeling in te zetten. Dus ja, ik denk dat er veel dingen veranderd zijn. Zou ik tevreden zijn als ik het onderzoek nu herhaal? Nee, ik denk nog steeds niet dat op iedere spoedeisende hulp die internist met volle aandacht aanwezig kan zijn op de spoedeisende hulp. En u zegt dus ook in uw stelling dat het goed zou zijn, en dat herhaalt u nu ook, dat er meer internisten fysiek aanwezig zijn. En als collega acute internist zal ik de laatste zijn om u tegen te spreken. Maar ik ben tegenwoordig ook bestuurder. En ik heb met plezier gelezen dat u ook een bestuursstage heeft gedaan in het Sint-Jalsdaal in Weert. En ik vraag u dan ook, want in onze regio, verwijsregio, zijn 3 ROAS-gebieden. ROAS-gebied Noord-Nederland zitten 9 ziekenhuizen in die grotendeels aan uw enquête ook van uw onderzoek ook hebben deelgenomen. Met welke criteria zou ik dan moeten kijken, of zouden wij moeten kijken, naar de inrichting van de acute zorg? Waarbij ik in uw stuk op bladzijde, of in uw boekje op bladzijde, wat is het, 12, en terugkomend op bladzijde 197, tref ik ook in uw presentatie net dat er 6 domeinen zijn van quality. En dat is safety, effectiveness, patient-centeredness, timeliness, efficiency en equity. En daar heeft u net ook weer herhaald. Tegelijkertijd voel ik als bestuurder steeds meer dat ik ook een grote verantwoordelijkheid heb voor de duurzaamheid van de zorg, en dus ook voor de kostenaspecten van de zorg. Wat voor advies kunt u mij geven om daarin de inrichting van de zorg in onze regio vorm te geven? Ja, ik denk dat het lastig is om 1 advies voor de gehele regio te geven. Ook omdat we ziekenhuizen, zeker ook in uw regio, wat verschillen van grootte en patiëntenaantallen. Kijk, ik denk op zijn minst dat tijdens de piekuren, en die weten we, want die kunnen we heel goed voorspellen, de drukte op de spoedeisende hulp, dat is vaak tussen 12 en 8 uur 's avonds, dan komen de meeste patiënten. Dus als je dan zegt, het is belangrijk dat daar een internist beschikbaar is voor die spoedeisende zorg, maar ik wil ook rekening houden met efficiëntie van zorg, dus het doelmatig inrichten van die expertise. Nou, zorg dan dat tenminste tijdens die piekuren daar een internist beschikbaar kan zijn. En beschikbaar zijn wil natuurlijk niet zeggen dat als daar geen patiënt voor de interne geneeskunde is, dat je dan maar zit te duimen draaien en wachten dat iemand je aanspreekt. Er zijn echt veel dingen die je tussendoor kan doen als je prioriteit maar op die spoedeisende hulp ligt. Hoe gaat dan bijvoorbeeld een zorgcoördinatiecentrum daarin helpen? Want met 9 ziekenhuizen en inderdaad dit soort piekuren zien we namelijk ook dat er SEH's zijn die sluiten op bepaalde momenten. Hoe gaan we dan de acute interne geneeskunde inrichten dat het duurzaam is en tegelijkertijd ook beschikbaar heeft van die kwaliteit van zorg? Ja, ik zie binnen de interne geneeskunde nog veel kansen juist buiten de spoedeisende hulp. Dus van de ene kant zeg ik, ja, je moet er zijn voor de mensen, voor de patiënten die komen. Maar tegelijkertijd denk ik dat we veel kritischer kunnen zijn op het voorkomen van spoedeisende zorg. Dus met name de chronische patiënten, die kennen we heel goed. Ik denk dat echt een heel groot aantal van de acute zorgvragen via een spoedpoly of polyklinisch kan worden afgewend of afgeleid van de spoedeisende hulp.
Telemedicine gebruiken we eigenlijk nog helemaal niet. Maar je kan je voorstellen dat met name de oudere, wat kwetsbare patiënten gewoon thuis blijven. En dat we met een Google Glass kijken hoe de patiënt eraan toe is. Via een app krijgen we de vitale waarden. En maken we in samenspraak met de huisarts of de verpleegkundig specialist op de ambulance. Of net hoe je dat gaat inrichten. Kunnen we denk ik als internist een perfecte sparringpartner zijn om dat te verbeteren. Ik hoor jullie dus ook een pleidooi houden voor de internist en specifiek wellicht de acuut internist in het veld van zorgcoördinatie in de regio. Ja, want ik denk dat we met de brede basis veel kunnen toevoegen en juist ook die coördinatie, dat we daar sterk in kunnen zijn. Dat kan ik heel erg met u eens zijn en daar ga ik niet naar doorvragen, maar ik zou het liefst wel op een later moment met u van gedachten wisselen hoe dan uw laatste hoofdstuk daar een bijdrage aan gaat leveren, aangezien die heel erg op de spoedeisende hulp specifiek is gericht, terwijl u het nu heel erg heeft over de keten. Maar daar gaan we op een later moment over spreken en ik geef graag het woord terug aan de prorector. Dank u wel. De oppositie zal nu worden voortgezet door professor Kaasjager. Zij is hoogleraar in acute interne geneeskunde aan de UMC van Utrecht. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte promovendus, uiteraard ook mijn felicitaties voor dit zeer fraaie proefschrift en ook de felicitaties voor uw promotieteam. Het is al vele malen eigenlijk genoemd. Het gaat over kwaliteit, het gaat over acute zorg. En ik denk dat u daar niet alleen een pionier in bent geweest, maar ook in het kijken naar de patiënt, dus de patiëntgerichte zorg. Eigenlijk in een vakgebied waarvan wij op de dag van vandaag denken dat we geen waardegedreven zorg kunnen doen, dus geen aandacht kunnen besteden aan die patiënten. En u laat wel degelijk in uw werk zien dat dat van belang is en dat we dat ook kunnen. Dus ook niet alleen een pionier in de kwaliteit van de acute zorg, maar ook waardegedreven zorg in de acute geneeskunde. Het woord kwaliteit is veel gevallen. U heeft prachtige slides laten zien met allerlei definities. Wat verstaat u zelf eigenlijk onder kwaliteit? Hooggeleerde opponents, dank voor de felicitaties. En de vraag wat ik zelf onder kwaliteit versta, die is me met de jaren steeds ingewikkelder geworden om te beantwoorden. Hoe meer je erover leest, hoe minder je er grip op krijgt wat kwaliteit nou eigenlijk is. Wat ik bij mezelf merk, is dat ik in kwaliteit een aantal items erg belangrijk vind. Namelijk, wat hebben patiënten eraan? Dus wat doet het goed voor de patiënt? Dat staat buiten kijf. Tegelijkertijd, als je het dan hebt over kwaliteit in de acute zorg in een wereld waarbij de financiële middelen eigenlijk tekortkomen, we een gebrek krijgen aan personeel, zou ik toch ook willen bepleiten dat we veel meer gaan kijken naar de maatschappelijke impact van keuzes die we maken in de organisatie. En dat is iets waarvan ik denk dat de afgelopen 20 jaar toch beperkt aandacht is geweest. Ja, we leveren veilige zorg, we willen ook wel die patiënt centraal stellen, die beweging maken we. Maar we kijken wat minder naar wat de effecten zijn van keuzes die we maken, als bijvoorbeeld de kwaliteitseisen, ik noem maar wat, voor de aanwezige arts op de spoedeisende hulp ineens verhogen. En wat dat dan betekent voor bepaalde ziekenhuizen, mm-hmm. Maar zeker ook de patiënten in die regio. Ja, dat is me duidelijk. Hè? En ik denk ook op punt 1 staat wat mij betreft dat patiëntengerichtheid. En het is net al even gezegd, u heeft vanuit die flashmob onder andere, maar denk ik ook wel een hoofdstuk 6, laten zien welke punten we eigenlijk hebben. We kunnen een belangrijke vraag stellen aan de patiënt, dan weten we al heel veel. We kunnen een vragenlijst aan de patiënt voorleggen. De patiënt heeft helemaal geen enkel bezwaar tegen die lijst om die in te vullen. En toch krijgen we het niet voor elkaar, want het is volgens mij niet geïmplementeerd. Ik zie geen posters op de SEH met deze belangrijke vraag. Hoe komt dat nou dat het alleen maar in uw mooie proefschrift blijft? Ja, dat is een goede vraag. Van de ene kant zou je kunnen zeggen dat ligt misschien aan mij en ik heb te weinig de publiciteit gezorgd. Tegelijkertijd denk ik dat dat niet zo is. Ik denk dat een hele belangrijke... Ik ook niet hoor. Ik denk dat de belangrijke reden daarvoor is dat we allemaal enorm onder tijdsdruk ons werk aan het doen zijn en vooral bezig zijn met het volgen van richtlijnen of in ieder geval zorgen dat snap ik. Ik denk dat u daar helemaal gelijk in heeft. Maar hoe krijgen we dat nou doorbroken? Hoe krijgen we nou die awareness? En dan laat ik maar even hand in eigen boezem bij de zorgprofessionals. Dat we wel die vraag stellen. Of dat we wel denken zo'n lijst in welk EPD dan ook is heel erg belangrijk om daarna te kijken. En dat het niet als huiswerk voelt. Hoe krijgen we dat nou voor elkaar? Ja, dat is een behoorlijke uitdaging waar we voor staan. Ik denk dat het zou helpen, zoals ook patiënten zelf merken dat ze er baat bij hebben. Dat is denk ik een belangrijk punt. Bent u naar punt. De patiëntenfederatie geweest met deze belangrijke? Zeker. Ja, en zeker. Maken ze posters?
Nee, nog niet. Nee, nog niet. Nee, ja, dus daar gaan we het misschien niet van hebben. Ja. Nou ja, en het tweede punt is natuurlijk wel, ben zelf het rolmodel. Ja. Zeker met alle internisten of welke zorgprofessionals ook maar die we opleiden. Ja. Als ik elke dag wel die vraag stel aan mijn patiënten, ja. Dan hoop ik dat er vervolgens nog 5 zijn die mij volgen. Dus je zou daar iets in de opleiding mee kunnen doen? Zeker. Hè? Zelf weet ik dat het bespreekbaar maken van behandelwensen en grenzen. Nou, dat kan ook allemaal niet in de acute zorg. Maar als we het als onderdeel maken van bij wijze van spreken opleiding zou het kunnen. Nou, dat lijkt mij wel een goeie. Ik ga niet aan u vragen hoe de ideale SEH-werkplaats eruit ziet. Want dat hebben we net al een beetje gehoord. Maar u doet ons wel een aantal suggesties. Hè, wat zou helpen? Bijvoorbeeld als er problemen zijn in de zin van crowding. En dan heeft u het over acute polyklinische werkzaamheden. Nou, ook daarin denk ik dat de internist een hele grote rol kan spelen. Daar hebben we misschien straks nog discussie over waarom dat niet zo zou zijn. En dan zegt u dus die acute polyklinische werkzaamheden. Maar tegelijkertijd, als ik de inhoud van uw boek bekijk, dan zegt u dat wij als internisten, de interne patiënten, dat 67% van ze, dacht ik uit mijn hoofd, wordt opgenomen. Nou, dat betekent nogal wat, denk ik, hè, want we nemen ze op. En bij de DREAM, dan heeft u gekeken in dat ene pilotziekenhuis hoeveel heropnames hadden we nou voor de COVID-tijd. En dat is 30%, geloof ik. Wat gaan we dan polyklinisch doen? Want wij doen het eigenlijk heel goed. Die huisartsen die triëren goed. We zien echt zieke mensen, want we nemen een belangrijk deel op. En als we ze naar huis laten gaan, dan komen ze voor een belangrijk deel weer terug. Wat gaan we dan polyklinisch anders doen? Hoe kunnen we dat dan voorkomen, die crowding? Nou, de vraag is of je met alleen polyklinisch werken alle crowding zou kunnen voorkomen. Zeker als je ziet dat een groot deel van de patiënt wordt opgenomen. Tegelijkertijd kan je wel de vraag stellen of dat de spoedeisende hulp de omgeving is waar iedere patiënt voor opname zou moeten belanden. Want een patiënt die vitaal niet bedreigd is, die zou je ook op je polykliniek kunnen zien en daar een plan maken voor alle elektrolytstoornissen die zijn gevonden om vervolgens toch naar de afdeling te gaan. Ja. Dus ik denk, ja, de mensen die op de spoedeisende hulp komen, zijn vaak wel ziek en worden opgenomen. Ja, dat is een beetje dat acute en chronic, hè, waarvan u zegt, daar moeten we eigenlijk veel meer tijd aan besteden en aandacht voor hebben. Ja, dat is me duidelijk. Ik denk dat dat een hele belangrijke boodschap is. Ik hoop dat ik nog wel wat tijd heb. Nou, u heeft, denk ik, dat is natuurlijk wel in 2018 zo'n beetje begonnen, maar een hele mooie schets laten zien hoe we naar kwaliteit en organisatie van zorg kijken. Nou, in uw periode van onderzoek hebben we ook diverse ministers inmiddels al gehad. We hebben heel veel, dat hebben we samen ook nog kunnen doen, naar een houtskoolschets gekeken en onze hoofden daarover gebroken. Nou, nu hebben we minister Kuipers, die gisteravond een belangrijk interview heeft gegeven. Wat gaan we hier nou allemaal mee doen? Ja, wat we hier allemaal mee gaan doen met de kennis die we hebben, is, ik zal dat blijven gebruiken om te proberen om beleidsmakers, waaronder minister Kuipers, toch te beïnvloeden. Dat ik denk dat de wereld net iets anders in elkaar zit dan hoe hij het zich voorstelt. Ik geloof veel meer in fijnmazige netwerken in regio's dan dat we per provincie gaan centraliseren en de zorg gaan coördineren telefonisch. Juist omdat ik ook stel, hè, als we kijken naar de patiënten die zich presenteren, ze zijn vaak ouder, multimorbide en hebben juist behoefte aan zorg dicht bij huis. Ik ben het helemaal met u eens. Volgens mij gaat u de minister herinneren aan het prachtige document van de federatie, de specialist 2025, waar het volgens mij uitstekend in staat beschreven. Ik ben zeer content met uw antwoord en ik geef graag het woord terug aan de ProEd. Dank u wel. De oppositie zal nu worden voortgezet door professor Koopmans. Hij is hoogleraar Algemene Interne Geneeskunde in het bijzonder onderwijs en opleiding aan deze universiteit en vandaag onze secretaris. Dank u wel, meneer de prorector, mevrouw de promovendus. Het boekje heb ik met heel veel plezier gelezen en hij gaf mij in ieder geval een prachtig overzicht over allerlei aspecten van de eerste hulp. En ja, ik vind het altijd echt heel fijn als iemand een keer iets op een mooie manier samenvat en een aantal interessante dingen laat zien. En u doet dat heel divers. Het zijn aantallen, het zijn modellen waarin gewerkt kan worden. Het gaat om wat de patiënten willen. Vond ik gewoon heel goed, interessant om te lezen. En geeft mij een heel goed beeld. En toch kreeg ik af en toe het gevoel dat er iets bijzonders was. En dat was bijvoorbeeld in hoofdstuk 5. Daar bent u op pad gegaan om een model te maken waaraan je een vragenlijst uiteindelijk kunt maken. En dat gaat om hoe mensen de eerste hulpzorg waarderen eigenlijk, evalueren.
En u komt met indrukwekkende cijfers, want er bestaan maar liefst 1500 quality indicators. Nou, dan gaan er wel heel veel vanaf, zoals dat gaat. En uiteindelijk blijft er eigenlijk niet echt iets heel geschikts te bestaan. Dus dat maakt u. Ja. Vind ik fantastisch. U interviewt mensen. En wat komt er dan uit? Die mensen willen weten wat ze hebben. Ze willen weten wat het plan is. Ze willen ook graag van hun klachten af. Ze willen gerustgesteld worden en ze willen hun ervaringen delen. Ik dacht persoonlijk, dat is hartstikke goed en essentieel, maar heeft dat iets met de eerste hulp te maken? Zou iemand die bij de oogarts komt, of iemand die bij de psychiater komt, of iemand die in een verpleeghuis wordt opgenomen, of iemand die bij welke dokter ook komt, zou die daar niet hetzelfde over denken? Dus wat is hier nou specifiek aan? Hooggeleerde opponents, dank dat u met zoveel interesse mijn proefschrift heeft willen lezen. En ja, uw vraag, natuurlijk als je het achteraf ziet, iedereen herkent die domeinen en denkt, ja, dit is toch wat iedereen overal wil in de zorg. En het kan goed zijn dat dat zo is. Is het dan alleen specifiek voor de spoedeisende hulp? Nou, dat durf ik ook wel te betwijfelen. Ik kan me voorstellen dat het in andere gebieden net zo werkt. Ik denk wel dat in dit model met name het domein geruststelling wel wat specifieker is voor de spoedeisende hulp. En dat is met name op kwalitatieve gronden dat ik dat denk. Omdat ik merk tijdens de interviews dat heel veel mensen zich ontzettend veel zorgen maken op het moment dat ze op de spoedeisende hulp zijn. En nog veel onzekerder zijn van wat ze hebben, hoe de behandeling er dan uitziet. Dan op het moment dat allemaal wat meer gepland gaat. En dat heeft misschien ook wel met de setting te maken. Want we maken iedereen misschien ook wel zieker dan dat ze zijn. Want je wordt in je eentje in een kamertje gelegd. En je krijgt allemaal stickers op je, een bloeddrukband. En alles wordt in de gaten gehouden. Alsof je ieder moment kan bezwijken. En dat is misschien niet zo. Dus ik denk met name dat domein geruststelling. Dat anders is voor de spoedeisende hulp. En ook binnen domein ervaringen. Wachttijd en communicatie. Ik denk dat in zo'n spannende, angstige setting nog belangrijker is dan op momenten waar je nog makkelijk terug kan komen om een vraag te stellen. Ja, flinke, best wel goed klinken. Eigenlijk, maar dan neemt u twee componenten eruit eigenlijk. Hè? Dus u zegt, nou, het gaat mij eigenlijk om geruststelling en ervaring. Is het dan niet handig om die vragenlijst een beetje aan te passen? Ja, dat zou heel veel overzichtelijker zijn. Zo met drie de vragen praktisch klaar zijn. Alleen, dat is natuurlijk niet wat mensen zeggen. Hè? Als je naar de interviews kijkt, dan zie je ook een enorme samenhang tussen die domeinen zelf. Want er zijn bijvoorbeeld mensen die zeggen, ik wil met name gerustgesteld worden. Maar dat lukt doordat ik weet wat er met me aan de hand is. Of dat lukt doordat mijn pijn inmiddels verdwenen is. Dus als we dan maar drie vragen stellen op twee van die domeinen, dan missen we wel de beïnvloeders van die andere domeinen. En ik denk dat we daarmee patiënten tekort doen. Nou, dat klinkt mij heel logisch. Had ik nog eigenlijk twee hele andere vragen, als dat mag. U vergelijkt met Engeland. En vind ik heel goed. En in Nederland heeft Engeland een hele goede naam, zeg maar. Hè. Dat is ook een heel interessant land. Waar ik eigenlijk niks over teruglees, in Engeland is gezondheidszorg in die zin heel bijzonder dat er een reusachtige privésector is. Dat is echt heel bijzonder. En je hoeft eigenlijk niet een deskundige te zijn op het gebied. Je hoeft er ooit maar eens geweest te zijn of mensen gesproken te hebben. Een gemiddelde Engelsman die komt niet in de openbare gezondheidszorg. Althans de mensen die hier zitten. Die komen alleen maar in de privégezondheidszorg. Ik lees daar eigenlijk niks over in uw boekje. Speelt dat helemaal geen rol? Vanzelfsprekend spelen financiën altijd een rol, sowieso in de organisatie van zorg. Dus ja, als ik er op dit moment over zou moeten filosoferen wat voor impact dat dan heeft, hè, dat bijvoorbeeld hoger opgeleide naar de privéklinieken gaan en we dus met name de mensen in de wat lagere sociaal-economische klasse, die zullen zich dan op de E&E van de NHS presenteren. Ja. Je kan je voorstellen dat die mensen misschien wel eerder ziek zijn, omdat ze ook minder gezond leven. Maar dat is een deel, met name dat financiële stuk, heb ik eigenlijk voor de handigheid een beetje buiten beschouwing gelaten. Maar presenteert een Engelsman die privéverzekerd is met buikklachten zich op een eerste hulp zoals u die geanalyseerd heeft of niet? Nou, dat zal ook per regio verschillen en afhankelijk zijn van de heftigheid en de acuutheid van de klachten. Maar ik denk dat als het enigszins planbaar is, dan zullen ze de spoedeisende hulp mijden. Nou had ik nog een laatste vraag. En, wij zijn in de gezelschap internisten hier. En
Wij vinden het ontzettend fijn dat de interne geneeskunde bestudeerd wordt. Dat meen ik ook, zonder enige ironie. Nou is interne geneeskunde, zoals u dat bestudeerd hebt in Nederland, dat is een tamelijk toevallig samenraapsel van een aantal zogenaamde beschouwende specialismen. Een typisch voorbeeld is dat bijvoorbeeld de rheumatologie of de cardiologie maken er geen deel van uit, maar de endocrinologie of de nefrologie wel. Dat is typisch Nederlands. Dat heeft niks te maken met andere landen. En nou vergelijkt u met wel een aantal andere landen. In hoeverre kunnen we uw resultaten generaliseren naar settings buiten Nederland? Nou, ik denk dat de resultaten die de ervaren kwaliteit van patiënten betreft, dat aannemelijk is dat dat in andere landen ook zo zou zijn. En natuurlijk zullen er culturele verschillen bestaan. Ten aanzien van de organisatie van zorg ken ik met name de setting in Engeland best goed. En toch lijkt het wel op elkaar. Want ook daar de acute physicians, ja, je zou kunnen zeggen, zijn de huisartsen van het ziekenhuis. Eigenlijk nog breder dan internisten. Maar ik denk dat we wel eenzelfde rol op ons nemen. Ik ben daar een aantal dagen geweest en dan, ik zie toch meer gelijkenis dan verschil. Dus ik denk dat als ik zeg van het is belangrijk dat acute physicians of internisten aanwezig zijn op de spoedeisende hulp, dat dat ook voor andere landen geldt. Oké, dus u maakt eigenlijk het verschil tussen die drie rollen, hè, zoals ik ook gezien, dus de internist en de acute geneeskundige en nog een soort eerste hulparts. En dat is eigenlijk generaliseerbaar tussen landen. Ja, ik denk voor een groot deel wel. Ja, dank u wel hoor. Ik geef het woord terug. Dank u wel. De oppositie zal nu worden voortgezet door professor De Vries. Hij is hoogleraar gezondheidsbevordering aan deze universiteit. Dank u wel, meneer de prorector. En mevrouw de promovendus, ik heb natuurlijk snel even gekeken. En ik ben erg onder de indruk. Een heel productief proefschrift. Mooie studies, ook verschillende methoden. En dat is altijd mooi. Maar desniettemin ga ik toch een beetje prikken. En de eerste prik die gaat toch terug naar stelling 1, waar professor Klein-Nagelvoort het ook al over had. Internisten zouden vaker fysiek aanwezig moeten zijn op de spoedeisende hulp. Hoe vaak? Hooggeleerde opponents, dank voor deze prikkelende vraag. Want ja, hoe vaak precies zal ook afhangen van de setting in je ziekenhuis. Binnen Nederland kennen we echt wel verschillen tussen de grootte van ziekenhuizen en de patiëntenaantallen. En wat ik zojuist ook aangaf aan professor Klein-Nagelvoort, is dat ik denk dat je tenminste tijdens die piekdrukte, en dat weet je van je eigen ziekenhuis wanneer dat is, dat je er dan bent. Oké, dus met hoe vaak bedoelt u echt letterlijk hoeveel uren of zoiets en niet, nou ja, laten we zeggen, een constante aanwezigheid? Of? Nou ja, we krijgen natuurlijk steeds meer uitdagingen tussen de beste of de meest veilige zorg met meteen doelmatige keuzes versus ook duurzame inzetbaarheid en efficiëntie. En medisch specialisten zijn nou eenmaal niet de goedkoopste medewerkers van een ziekenhuis. Dus natuurlijk wil je dat zo gericht mogelijk doen. En ik denk dat aanwezigheid op de spoedeisende hulp betekent dat als een patiënt binnenkomt op de spoedeisende hulp en jij wordt gebeld, dat je er meteen naartoe kan. Oké. En nu zou ik dezelfde vragen stellen aan een chirurg. Ja. En wat komt daar dan uit? Nou, vaker een chirurg aanwezig zijn op de SEH? Ja. Nou, dat is een leuke vraag die u stelt, want ik denk dat vorige week de chirurgen een visiedocument hebben weten te lanceren over hoe zij dan spoedzorg zien. En ook zij geven aan dat zij vinden dat een chirurgspatiënt een chirurg verdient. En dat wil dus ook zeggen dat ze er zullen moeten zijn. En natuurlijk zullen we daar een wegje moeten vinden wat dan de meest doelmatige inzet daarvan is. En zou dat misschien ook wel afhangen voor chirurgen hoe bedreven jouw spoedeisende hulparts is in bepaalde zaken. Ja. Maar het uitgangspunt dat je er bent voor jouw patiënt, ja, eigenlijk, wie kan er tegen zijn? Nou, zijn chirurgen natuurlijk nog wat horkeriger dan internisten. Ik hoop dat er geen chirurg aanwezig is, want anders krijg ik die op mijn nek natuurlijk. Want kijk, wat mij toch wel opviel is, mijn beste vriend is huisarts. En die zegt, zijn belangrijkste functie is het geruststellen. Dus eigenlijk zou ik zeggen, er moet wel altijd een huisarts aanwezig zijn op de SEH. En misschien zelfs al in de ambulance. En daar volgt ook weer de vraag op, moet er niet een internist in de ambulance? U begon met heel mooi te vertellen, er zijn verschillende punten waar de spoedeisende hulp plaatsvindt. Maar daarna beperkt u zich eigenlijk tot datgene wat
op een spoedeisende hulp in een ziekenhuis gebeurt. Ja, zeker. Nou, ik denk dat met de digitale ontwikkelingen van tegenwoordig het niet eens zo'n gekke idee is om er misschien dan virtueel aanwezig te zijn in de ambulance of virtueel aanwezig te zijn bij de huisarts. Want vaak is een snelle blik plus het verhaal van een collega zorgprofessional die in Nederland echt goed opgeleid zijn, kan al enorm helpen om de juiste zorg op de juiste plek te laten plaatsvinden. En misschien ook wel dat stuk geruststelling wat patiënten zoeken. Hele goede opmerking, hè? De juiste zorg op de juiste plek. Dat is echt een missie bij ons in het UMC. Ik heb nog een andere vraag en dat gaat eigenlijk... we doen tegenwoordig in de wetenschap team science, maar ik denk in de geneeskunde ook team geneeskunde, hè? Dus nu wilt u eigenlijk dat de artsen meer gaan vragen van, waar maakt u zich nou zorgen over, wat is het doel, wanneer bent u tevreden enzovoort. Ik lees in het boek eigenlijk niks over het team. Terwijl, zoals dat fotootje ook liet zien, hè, u zei al 4 artsen, maar eigenlijk bedoelde u 2 artsen en 4 verpleegkundigen. Zeker. Waarschijnlijk. Dus ligt daar niet een enorme taak voor, laten we zeggen de verpleegkundigen die ook misschien... efficiënter, de kostefficiënter, ja. Met de patiënt kan omgaan. Ja, ik denk dat teamwork blijft het allerbelangrijkste, zeker in acute zorg, eigenlijk door de hele keten of door het hele netwerk heen. In mijn onderzoeken heb ik me niet op dat team gericht. In mijn voorbereiding hier naartoe dacht ik ook, verpleegkundigen heb ik misschien wel een te kleine rol gegeven ook in dit onderzoek, juist doordat zij vaak degene zijn die de patiënt het eerst zien, het eerst opvangen, het eerst beoordelen. En misschien wel al bij presentatie vragen, wat vindt u nou eigenlijk belangrijk? Maar dan is vervolgens wel de vraag, hoe kunnen we dan die samenwerking optimaliseren en ook evalueren, zodat we met z'n allen de zorg voor die patiënten beter maken? Ja, nee, dat ben ik met u eens. Maar ik wou toch die verpleegkundigen, we worden steeds verpleegkundiger, dus die moeten we naar voren trekken. En ik denk ook eren. Wie ere toekomt. En ik denk dat die daar inderdaad een heel belangrijke functie in heeft. Ja, terecht punt. Dus dank u wel. Ik geef het woord terug aan de prorector. Dank u wel. De oppositie zal nu worden voortgezet door professor Peters. Hij is hoogleraar interne geneeskunde aan de Erasmus UMC in Rotterdam. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte promovendus. Allereerst wil ik ook u samen met uw 2 promotoren van harte feliciteren met dit uitstekende proefschrift. Ik heb uw werk de afgelopen jaren met ontzettend veel interesse gevolgd. Er is al eerder gesproken over het pionieren, dus belangrijke stappen die gezet worden. En ik heb dus ook, ik vond het mooi om dat in het proefschrift eigenlijk al uw studies weer op een rijtje te zien. Het is niet alleen de kwaliteit, het is de diversiteit, maar ook het feit dat u zich daarnaast een dokter heeft getoond die zich heel actief mengt in het debat over de organisatie van zorg en de organisatie van acute zorg. Zo bent u bijvoorbeeld ook binnen de Nederlandse internistenvereniging ontzettend belangrijk geweest in uw rol als voorzitter van onze NIV-werkgroep acute zorg. En heeft daarbij ook belangrijk bijgedragen aan de visie van de Nederlandse internistenvereniging op de acute zorg. En wanneer er discussies waren in de media over acute zorg, kon ik altijd ook rekenen binnen de NIV op uw advies over hoe we dit het beste konden aanpakken. Dus veel dank daarvoor. Ik zou de discussie vandaag met u willen starten aan de hand van een stelling. En ik wilde eigenlijk vragen aan uw andere paranimf om stelling 2 voor te lezen. Comparing acute care systems internationally can provide lessons, leading to promising ideas to improve care nationally. Dank u wel. Nou, geloof het of niet, maar vanochtend vroeg werd ik gebeld door een journalist over wat net al werd ook besproken door professor Kaasjager over het plan van minister Kuipers dat hij gisteren presenteerde. Want de minister die wil starten met de inrichting van zogeheten zorgcoördinatiecentra voor triage per regio, waarbij je volgens de minister dan een eenduidige manier krijgt van triage, passende zorg inzet en ook regie op vervolgzorg. En hij gaf daarbij ook aan te overwegen om een landelijk telefoonnummer in te stellen, een soort van vergelijkbaar met 112. Nou, aan mij werd gevraagd wat ik daarvan vond en ik dacht, nou dat komt goed uit. Ik heb vanmiddag de kans om dat aan de expert te vragen. Dus mijn vraag aan u is eigenlijk gelijk van, wat vind ik hiervan? Wat moeten wij hiervan vinden? En ik wil u dat eigenlijk met name vragen met daarbij het in acht nemen van stelling 2.
Dus u heeft tijdens uw proefschrift veel geleerd, ook van andere zorgsystemen. En ik zou u willen vragen om dus in uw antwoord ook de literatuur te willen betrekken. Hooggeleerde opponents, dank voor de complimenten. En natuurlijk sta ik u weer graag bij in het beantwoorden van deze belangrijke vraag. Wat we nou eigenlijk van die zorgcoördinatiecentra en met name ook het telefoonnummer vinden. Nou, een landelijk telefoonnummer voor triage lijkt mij niet een al te puik plan. En dat heeft ermee te maken dat als je bijvoorbeeld kijkt naar het zorgsysteem in Engeland, daar hebben ze ditzelfde geprobeerd. Ze hebben het nummer 111 in het leven geroepen. Dat is voor niet spoedeisende hulpvragen, of niet voor als je levensbedreigend ziek bent, maar wel alle andere klachten. En vervolgens zou dat nummer jou dan vertellen of je naar de huisarts zou moeten, of dat je thuis moet blijven, dat je naar een van de bijgebouwtjes van de spoedeisende hulp moet, of naar de spoedeisende hulp zelf. Wat ze daar zien is dat die lijn enorm overbelast raakt, dat het enorm lastig blijkt ook om op dat moment een juiste inschatting te maken van de zorgvraag. En wat patiënten dan denken, weet je wat, ik skip die 111, ik ga zelf wel gewoon naar de spoedeisende hulp, want dan krijg ik tenminste zorg waar ik op zit te wachten. Dus met dat in het achterhoofd vind ik dat een spannende ontwikkeling als we dat in Nederland ook zouden doen. Eenzelfde nummer of achtige opzet hebben ze in Kopenhagen ook geprobeerd in Denemarken. En daar werkt het wel wat beter. Hebben ze wat minder overbelasting van de spoedeisende hulp. Maar dat heeft er wel mee te maken dat de eerste lijn in Kopenhagen, dus met name de huisartsen, die zijn enorm belangrijk om toch te kunnen voldoen aan die zorgvraag. En waar ik dan toch wat huiverig voor ben in Nederland, is dat we denken dat we met zo'n triagenummer dan misschien de patiënten door ons zorgsysteem kunnen leiden, terwijl een week eerder de huisartsen op het Malieveld staan om te protesteren tegen de enorme werkdruk en die het eigenlijk niet meer aankunnen. Dus ik ben gewoon bang dat we ook in Nederland misschien wel een zorgsysteem krijgen binnen de acute zorg, waarbij iedereen een beetje verdwaalt en denkt, ja, weet je wat, dan ga ik maar naar de spoedeisende hulp. Terwijl we het aan zich, qua triage, best aardig geregeld hebben. En tot slot, als we kijken naar de demografische ontwikkeling in Nederland, zijn er steeds meer patiënten die wat ouder zijn, meer ziekte tegelijk hebben. En van die patiëntengroep weten we dat het heel vaak bij het begin niet duidelijk is wat de hulpvraag nou precies is. Het is vaak, het gaat niet meer zo thuis. En dat kan ook heel vaak wel echt een medische reden hebben waarvoor ze bijvoorbeeld toch op de spoedeisende hulp zouden moeten zijn. En als je dan vervolgens eerst zegt, ja, wacht nog maar een nachtje af, of de wijkverpleegkundige komt naar u toe en het is allemaal veel erger. Ja, ik weet niet wat dan de oplossing is van dit nummer. Welk probleem lossen we op? Dus u bent eigenlijk op twee niveaus zit u op twijfels. En als we dan doorgaan denken over die triage, hè, want het hangt natuurlijk heel erg vanaf hoe je dat inricht. Zouden er manieren kunnen zijn waarin je dat anders inricht, zodat je juist voor bijvoorbeeld die kwetsbare patiënten of juist ook de meer chronische patiënten met een acuut probleem, die wij als internisten vaak zien, dat je dat anders zou kunnen organiseren? Ja, ik denk dat daar zeker nog ruimte ligt om te kijken of we dat beter kunnen doen. Nou denk ik dat in heel veel regio's er echt al een beweging op gang is om tot integrale spoedpleinen te komen, of in ieder geval tot een hele goede samenwerking tussen de huisarts of de huisartsenpost, de spoedeisende hulp en bij voorkeur ook de langdurige zorg. En ik denk zelf dat het probleem in Nederland niet zozeer in die triage zit, want huisartsen zijn fantastisch in een triage. Die verwijzen amper door en de mensen die doorverwezen worden, die horen daar ook echt te zijn. Dus waarom twijfelen we daar dan aan? Dat gaat goed. Maar wat niet goed gaat, is het inzicht in de capaciteit als iemand bijvoorbeeld een verpleeghuisbed nodig heeft, waar zich dat dan bevindt. Of als er thuiszorg ingeschakeld moet worden, hoe dat op dat moment geregeld kan worden. Dus ik denk dat we die zorgcoördinatie veel meer nodig hebben om te zien waar er plek is of hoe we makkelijk zorg voor die patiënt kunnen leveren, dan dat we gaan denken, oh, kunnen we nog strakker triëren. En natuurlijk, als je fantaseert en alle middelen in de toekomst inzet, dan kan je ook nog in die triage wellicht gebruik gaan maken van medisch specialisten die op afstand meedenken en misschien door hun ervaring een andere keuze maken dan de huisarts. Ja. Dus u zegt eigenlijk van die triagecentra, die richten zich met name op de instroom. En misschien zit het probleem veel meer in de doorstroom en eigenlijk zelfs in de uitstroom. Dus je zou
zorgcoördinatiecentra moeten organiseren voor de achterkant. Correct. Ja. Okay. Dus is dat dan wat ik moet teruggeven? Nou, dat is goed iets om mee te beginnen. Ja. Oké. Ik dank u hartelijk. U heeft nog tijd voor een laatste korte vraag. Oké. Ik vroeg mij nog af, hè, wat zijn er nou... U had het over Engeland, u noemde kort ook Denemarken. Wat zou nou de belangrijkste les kunnen zijn die we daar wel kunnen leren? Nou, met name in Engeland denk ik, wat ze daar fantastisch goed aan het ontwikkelen zijn, is same-day emergency care. Dus op de dag van presentatie krijg je zorg, maar buiten de spoedeisende hulp omgeregeld. Dus we wijken af van de spoedeisende hulp. Mevrouw Kremers, de gelegenheid voor het verdedigen van uw proefschrift is nu voorbij. De commissie zal zich voor beraad terugtrekken. Ik verzoek u en uw gezelschap onze terugkeer en de uitkomst van dat beraad in deze ruimte af te wachten. The PhD defense has now ended. The degree committee will debate the candidate's performance behind closed doors. This process usually takes about 10 minutes. In the meantime, let's take a closer look at Maastricht University's renowned teaching method, problem-based learning. Once the prorector reconvenes the session, we'll tune in and continue the live stream. Problem-based learning, or PBL. What does that mean exactly? Three of my fellow students and I will show you around. Every week, we analyze a different case or issue together. We discuss the case, and everyone can contribute different perspectives to the group discussion. If we get stuck, our tutor helps us out and suggests what we could do next. I prefer going to the library to prepare. Here, I can focus, and I have quick access to books or journals that help me understand the case. Today, I can also train my stitching skills in the Skills Lab, where you can immediately put into practice what you've learned. After a day like this, I like going to the gym to clear my head and get ready for the next day. At UM, you meet people from all around the world. Hello, guys. Some of them are doing their change semester here, and they often say that PBL helps them learn and retain things very easily. I can understand why. It's a very active way of learning because you have to bring your own perspective to real-life cases. You have a lot of freedom to manage your time, your studies, your hobbies, and your work. Of course, that also means a lot of responsibility. Right now, for example, I'm arranging my exchange semester in Madrid. How cool is that? In this group session, we're the managers who have to allocate the resources of a real company. This is how we put into practice what we learned this morning. Studying here means being proactive and learning to plan well. Prioritizing and performing well under stress are great skills that help you develop as a person. But now, it's time to grab a coffee at the Student Service Center. Right now, we're at the Brightlands Chemelot campus. Here we can apply knowledge from lectures and tutorials in a practical setting. This helps us understand what we have learned and further develop our lab skills. Today, we're determining the amounts of cholesterol in various products.
What I really like is the project periods at the end of each semester, where we complete a full research project that includes planning, collecting data, analyzing, and presenting the findings. That way we learn how research works and we're able to see what it's like to be a real scientist. After practicals, I have to write a lab report that also helps me process everything I have learned today. UM has a lot of learning spaces where you can work on your own or with other students. This evening, I'm meeting my friends for a movie night organized by the MSP Study Association. If you study law, you have to read quite a lot. Not all information is relevant, so you learn how to easily find the information you need to solve your case. In the afternoon, I have to give a presentation, so I like to practice it with a fellow student. Later today, a lawyer is giving a lecture. This will help us better understand the case we're working on. Speaking in front of a group is quite exciting the first time round, but you get used to it quickly. And having to present helps you also to adopt knowledge better. What I like the most is that we sometimes get to enter a plea in front of a real judge. These moot courts are really exciting. Now it's time for drinks with friends. Studying is important, but so is relaxing once in a while. Hi, today we'll talk about sex and gender. Two words which are often used interchangeably in research, but however have separate meanings. In this video, we'll talk about the difference between sex and gender, why it is important to account for one or the other in research, and how to do it. Okay, let's start. What is sex and what is gender? Sex is assigned at birth and has mostly to do with physical and physiological features such as having XY chromosomes or having a uterus. While gender relates to your experienced or constructed identity, the way you feel about yourself. It is important to know that for some people the gender identity might not always align with their sex assigned at birth. De commissie hier aanwezig heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en de wijze waarop u dat proefschrift vanmiddag heeft verdedigd. Op grond van haar positief oordeel en gelet op de examens die u vroeger heeft afgelegd, heeft de commissie besloten u het gevraagde doctoraat toe te kennen. De hoogleraar professor Haak is gemachtigd u op de gebruikelijke wijze met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Ja, dat beloof ik. Krachtens de bevoegdheid ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier tegenwoordig, verklaar ik u hierbij Marjolein Nel Tini Kremers tot dokter te bevorderen en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens de wet en gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul door rector, secretaris en overige leden van de commissie, commissie ondertekend en met groot zegel van de universiteit bevestigd. Ik ga nog even door. Nu zijn de officiële gebeurtenissen gedaan. Het is goed gegaan.
blijkt uit de bul. Dokter Marjolein Krebers, van harte gefeliciteerd. En natuurlijk ook jouw vriend René, jouw ouders, heel hartelijk gefeliciteerd. Marjolein is een kanje. Wat? Ja. Ruim 4 jaar geleden solliciteerde je als bijna internist op een promotieplaats in de acute interne geneeskunde. Je schreef dat je geïnteresseerd was en over de juiste eigenschappen beschikte voor het onderzoek. Prabhat en ik hadden geen keus. Dat wil zeggen, je stak met kop en schouders boven de andere goede sollicitanten uit. Je was bijna internist acute geneeskunde, voorzitter van een jonge specialist. En wetenschap nog een vooral onbeschreven blad. Zoveel was duidelijk. De opleiding onderbreken vlak voordat je klaar was, een nieuw traject ingaan met niet alleen maar zekerheden, anders dat je gemotiveerd en zelfverzekerd was. Moedig besluit. Getuigend van visie. En het hebben van visie is een kenmerk van je. Goede visie met name. De wetenschap ben je met ons ingedoken. Hierin heb je je snel ontwikkeld en de nieuwsgierigheid bracht je ver. Prabhat en ik hebben je op de drempel van een nieuwe wereld gezet, ondersteund waar we konden en zagen je ook de steun en sturing zoeken bij anderen die op dat moment geschikt en beschikbaar waren. Onderzoek naar kwaliteit van zorg, proms, prems en zo verder. Je bent daarin goed geworden. Je hebt een belangrijke, goede, nieuwe input in de acute interne geneeskunde gegeven. Ook in de hele acute geneeskunde. Projecten van Orca, mooie ideeën in de praktijk, niet zo makkelijk uit te voeren. Bijvoorbeeld ontdekken hoe de organisatie van acute zorg in Nederland is. Niet strak georganiseerd, zullen we concluderen. Maar strak is op zich niet heilig, hebben we geleerd. Met Marcel Levy en Dirk Bell hebben we de acute zorg Nederland en Engeland vergeleken. Wat kunnen we van elkaar leren is goed naar voren gekomen. Implementatie van een en ander is nog een lastige. De politiek en de samenleving, gedreven door emotie, wil vaak iets wat niet onderzocht is, maar wel goed voelt en waar de consequenties onzeker en risicovol zijn. Als voorzitter van een jonge specialist had je al een strategische veld begeven. De politieke krachten en machten kwamen in jouw promotieonderzoekperiode keihard naar voren. De rode draad hierin, ons, al zeg ik het zelf, briljante initiatief voor jouw database, acute interne geneeskunde. Een noodzakelijk iets voor de patiënt, voor de zorg en voor de kwaliteit onderzoek waar iedereen wat aan heeft. Onze reis bracht ons via Acknowledge, een MDRM, veel geleerd, veel tijd ingestoken, niet alle tijd even nuttig, maar altijd zorgvuldig en toch met voortgang. Zo gaat dat met dit soort projecten. Het parallelle traject van de SEH-artsen was bijzonder en ook hinderlijk. Financiering ter discussie. Met de NIV, Samara, Gert-Jan, Robin in strijdperk zijn we nog steeds in de markt. Ondertussen kleine financieringen binnen om nog verder te werken aan die database en rapportages hieruit. Elsemieke Mols onder onze begeleiding zal hier een vervolg aan geven. Samenwerking met SEH-artsen en een database ligt in de reden. Nu moet iedereen de redelijkheid betrachten, zullen we maar zeggen. In de afgelopen jaren ben je naast jouw onderzoek onmisbaar geweest voor de NIV en landelijke acute geneeskunde. Commissies hier en daar, we hebben het gehoord. Maar vooral ook portefeuillehouder acute geneeskunde van de NIV tijdens zwangerschap en ze dien nauw betrokken bij strategieontwikkeling van de acute geneeskunde vanuit de NIV en de NVIRG. Het lijkt alsof de week meer dan 7 dagen kent en een dag meer dan 24 uur. Je werkt hard op meerdere onderwerpen tegelijk actief. Gaat het een ten koste van het ander? En nee, dat was niet zo. Het een versterkt het ander, hoewel het wel eens in de weg stond. Marjolein, je bent een teamspeler. Samenwerken in ons team, onderzoeksavonden organiseren, Safer at Home, Orca, overal de ingang en vaak ook de voortgang. Maar hoe gaat het dan met de mens? Ik heb alleen nog maar over de wetenschapper, de internist, de stratege gesproken. Nou, Marjolein bleef dezelfde geweldige persoon. Aardig, vrolijk, geïnteresseerd in anderen. Ze zet zichzelf niet vooraan, geen haantjesgedrag zal ik maar zeggen, maar ze stond overigens wel vaak vooraan. Men zag haar graag en wilde met haar werken. Anders gezegd, Marjolein is gezellig, oplettend, zorg voor de ander, met oog op de groep. Ze heeft oog voor veel, inbegrepen de muziek, de harmonie, carnaval en andere festiviteiten. Naast felicitaties of complimenten voor jouw discipline,
toewijding, doorzettingsvermogen en geduldige ongeduld. Marjolein houdt een mooie balans voor de toekomst, straks in het Catharine Ziekenhuis en in Capri, met Orca en anderen. Prabhat en ik dank je voor de samenwerking zover en verheug ons op jouw mooie toekomst. Dankjewel. Dank voor deze mooie woorden. Dr. Kremers, namens ons allen, de hele universitaire gemeenschap, feliciteren we u van harte met het behaalde dokterstitel. Ik heb genoten van uw verdediging en ik hoop u allemaal. Voordat ik afsluit heb ik nog een huishoudelijke mededeling. Ik heb begrepen dat de receptie niet hier in de Minnebroeksberg is. Wij houden de jonge dokter nog even bij ons voor een fotomomentje hier in de zaal. En als wij met haar klaar zijn, dan mag u met haar verder gaan. En daarmee sluit ik deze academische zitting. Maastricht University would like to extend warm congratulations to the PhD candidate and their supervisors on a successful PhD defense. Thank you for joining us. Thank you for watching.